Welkom Nederland. Dit is het Polygenjournaal. In onze hoofdstad Amsterdam werd afgelopen week een zogenaamde houseparty gegeven. De vermaarde DJ Jean en zijn compaan Mentale Theo zetten de avond muzikaal luister bij. Zij draaiden beide een stevig steltje muziek van vinyl. Bij de entree werd nauwlettend op illegale steek- en vuurwapens gecontroleerd. En aan ieder die zo'n verboden wapen bij zich droeg, mocht het zonder pardon inleveren. Ook het spel Pak de Gans werd gespeeld. En won men geen prijs, dan kon de slechte verliezer het gehele entreebedrag verhalen op de uitbater. De opzwepende beatmuziek klonk door de luidsprekerboxen. En de Wulpse meisjes dansten alsof het een lieve lust was. Er werd experimenteel gedanst en ook de homo-jeugd liet zich ruimschoots vertegenwoordigen. Er mochten geen hallucinerende middelen gebruikt worden. En zonder de groegemeente aanstoot te geven kon men zeggen: jongeman, zwaai op dat been. Of is het jonge vrouw? Geen grens bleef onverkend voor deze jongelingen. En dat gold ook voor onze plaatjesdraaiers die de feesttent achterlieten in totale ravage. Het was een wanordelijke janboel waarbij kostbare apparatuur van diverse topmerken als verhoud vuil was verkwanseld. Ook enige collectors items als alle 13 goed en de tophit het pilsje van de bakker waren door de discjockeys bekrast en in allerlei achtergelaten. Ja, het dak was eraf gegaan, dat kun je wel zeggen. Dit geëscaleerde partijtje wat zo leuk was begonnen leidde tot kamervragen. Ter waarschuwing van het onschuldig publiek werden er pamfletten gestanseld waarop de afbeeldingen te zien waren van de baldadige DJ's. Ook medium Jomande werd ingeschakeld, maar dat bood geen soelaas. Peurders van de Rijksrecherchedienst werkten als nooit tevoren. Vele ingezonden brieven en poststukken werden uitvoerig onder de loep genomen. Zou hier de gouden tip bij zitten? Uiteindelijk was het DJ Jean zelf die de waarheid aan het licht bracht. Hij was opgeruimd door Mentale Theo die voor het hazenpad had gekozen. Ten overstaan van de dienders kon hij zijn eigen onschuld bewijzen en wist ook te vertellen waar Mentale Theo zich bevond. Hij had met gezwinde spoed het luchtruim gekozen en was van Amsterdam naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen. Om zich al daar in de opstelling van Manchester United te verschansen. Hij probeerde nog een goaltje mee te pikken, maar schoot, zoals het spreekwoord luidt, de bal tegen de lat. Een toevallige Engelse Bobby wist de vrijzinnige Doerak in bewaring te stellen. En waar had hij nou ineens dat pak vandaan? En aan de andere zijde van het kanaal werd de nieuwe volksheld DJ Jean ten overstaan van duizenden gegoede burgers gehuldigd met bloemen en snuisterijen. En kijk hem nou toch eens staan, de bofkont.